allemaal en heel leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is een tijdje geleden dat ik een nieuwe video heb upgeload en dat heeft wel een beetje zijn redenen. Maar daar wil ik eigenlijk niet te diep op ingaan. Het heeft er gewoon mee te maken dat af en toe een paar dingen gewoon niet lukten en ik daardoor ook een beetje shit voelde. Maar daar gaat het vandaag niet over. Vandaag ga ik naar Gijs. Ik heb mijn patrouille kleren nu aan. Ik wil trouwens jullie even mijn nieuwe setje laten zien. Ik heb me een rib uit mijn lijf gekorst, maar ik ben er blij mee. Ik heb een nieuwe Anki polo en ik vind hem heel erg fancy. En ik heb een nieuwe patrouillebroek met van die, ja, met die grippen dingen. Dus ja, dat. En ik ga vandaag naar Gijs. En ik ga een nieuwe video voor jullie opnemen, anders neem ik dit natuurlijk ook niet op. En wat ik ga opnemen is mijn springtraining met Gijs. Ik heb al een hele tijd niet meer met Gijs gesprongen. De laatste tijd ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met conditie, conditie, conditie. Het is super mooi weer vandaag. Dus vandaag wil ik gaan springen met Gijs. Ik heb ook nog een paar andere video ideeën, daar ga ik nog niet verklappen. Maar ik denk dat jullie dat ook wel heel erg leuk gaan vinden. Jullie kunnen altijd ideeën opsturen voor video's naar mijn Instagram. Die heet gewoon Shetlander Gijs. Daar kijk ik elke dag op. Dus hebben jullie vragen of ideeën, stuur me dan gewoon even een privéberichtje. En ik lees het direct. Ik ga nou naar Gijs. Ik ga nog even mijn spullen inpakken en zo. En dan zie ik jullie weer als ik op stal ben. Ik was net van plan om te gaan. Dus ik dit ineens uit de brievenbus hangen. Ik help een kind op het paard. En dit is dus eigenlijk een inzamelactie voor gehandicapte paardrijden. Dus ik ga straks even, als ik weer terug ben, kijken wat ik voor oude zooi nog heb. Of nou ja, zooi. Wat hun kunnen gebruiken. Zoals hier staat ook. Wij komen graag uw overtollige kleding, textiel, gordijnen, dekens, schoenen, etcetera, ophalen. Dus ik ga even kijken wat ik dadelijk allemaal nog in de kast heb liggen wat hun kunnen gebruiken. Als jullie dit ook in de brievenbus hebben gekregen, laat het me dan even weten. Vind ik wel leuk, want er zijn hier heel veel gemeentes die er dus blijkbaar aan meedoen. Dus ja, laat het me even weten. Ik ben op stal aangekomen en sorry als jullie een beetje geluid horen van mijn trekker. Want ze zijn hier bezig met het land, dus dat is dat geluid wat je hoort. Ik ga zo eerst even de hindernissen klaarzetten. En daarna ga ik Gijs even logeren met de Bibi Lastic. En ik had op Instagram gezien dat jullie daar ook heel erg veel vragen over hadden. Dus daar komt ook een video over. Dus ja, ik ga eerst even alle hindernissen klaarzetten en de logeerlijn pakken. En dan... ik ga Gijs ook nog even poetsen, want hij zit nog best wel dik in zijn vacht, dus dat moet wel even gebeuren. Dus ja, dat ga ik even doen. Zo, ik ga Gijs dus eerst masseren met de Bibi Lastic. Daar ga ik nu nog niet te veel van laten zien of van uitleggen, omdat er dus nog een aparte video over komt. Maar het doel van een Bibi Lastic is dus dat ze de achterbenen en de rug uiteindelijk beter gaan gebruiken. Maar daar komt nog een uitgebreide uitleg over. Eerst ga ik deze jongen even poetsen en vlechtjes in doen. Kijk, hij wordt al ongeduldig. Dus dat gaan we even doen. Nou, Gijs is ready. Hij heeft zijn Bibi Lastic om. En zoals je ziet heeft hij er heel veel zin in. Helemaal. Ik heb hem even gepoetst, maar hij haalt nog steeds zoveel uit, joh. Let's go! Ik stap Gijs altijd eerst even gewoon aan de hand in. Dus ik weet nooit hoe druk Gijs zal zijn. Dus ik doe altijd eerst even aan de hand, zodat hij sowieso een beetje ingestapt is. En daarna doe ik het lekker aan de longeerlijn.
Ik kan er veel over zeggen, maar ik vind het best goed lopen. Ik heb al een poosje niet meer met haar gelongeerd, eigenlijk alleen maar gefietst. Maar ik vind hem best oké. Okay. I'm happy with that. Oh, 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 maar hij ziet. Stoppen. Ja, dat vindt hij nog een beetje moeilijk. Stoppen. Goed zo. Nou, dit is overduidelijk grijs en moeilijke kant. Kijk hem. Ik weet niet of jullie het op film ook goed kunnen zien, maar hij strukkelt veel meer met deze kant. Heeft hij altijd al gehad. Maar dan kunnen we met een beetje geduld hopelijk wel weer wat oplossen. Door zijn hoefbevangenheid hebben we natuurlijk een hele poos stilgestaan. Dus al dat wat we opgebouwd hebben is weer weg. Maar je ziet nu wel heel duidelijk dat dit Gijs een moeilijke kant is. Ik ga even proberen of Gijs wil aanspringen in de galop. Ik heb nou maar één hand, dus... Zet maar! Haal op! Haal op! Kijk, kom! En ik denk, nope. Kom! Haal op! Hutsa, jongen! Nou, dat gaan we dus maar niet doen. Want ik zie dat Gijs er nog niet ready voor is. Het is veel te uit balans. Dus dat gaan we maar niet doen. Ik ga het even op de andere kant proberen. Oh. 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 En ik, nope, ik moest net rennen. Nu ga ik ook rennen. Ja, goed zo, jongen. Kom maar. Met deze hand is het over het algemeen wat makkelijker. Dus, help. Help, jongen. Kijk hem! Ik kan het beeld niet stilhouden, sorry. Maar ja, deze gaat wel wat makkelijker, maar nog niet zoals het hoort. Dus, oh, daar moeten we nog even op oefenen. Maar dat vond ik vast wel goed. Ik heb Gijs nu lang genoeg gelongeerd, dus we gaan lekker naar de hindernissen toe. En ik vind het zo jammer dat de zon weg gaat. Dat is ook wel wonderlijk. Zo, donker is nou ook weer niet, maar de zon gaat weg. Helaas. Nou, we gaan gewoon nog ons ding doen, hè, moppie? Ik zet jullie wel even neer op de statief als ik ga springen met Gijs, want ik kan dat gewoon niet tegelijk. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Eigenlijk is het voor Gijs wel fijn dat de zon even weg is, want dan heeft hij het ook niet zo warm, want het is best wel warm vandaag. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd tot hoe hoog Gijs komt en tot hoe ver Gijs wil gaan. Ik ga hem natuurlijk niet overwerken, maar we gaan het gewoon allemaal even zien. Dus veel plezier met kijken! Op het volgende beeld zien jullie dat ik Gijs even stopzet. Dat was hier. Gijs trok daar heel erg hard en kwam in mijn ruimte. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dan stop ik Gijs ook gewoon. Het is niet de bedoeling dat hij mij omver loopt. Wachten. Ik heb hem wel heel ver weggezet. Nee. Kijk, dat bedoel ik. Hij kwam al. Ietsie terug.
Oké, okay, oh. Je ziet dat ik rechts in de hoek de zweep zo naar hem toe hou. Dat is voor hem een teken dat hij moet wachten. Soms laat ik hem ook even zakken, want uiteindelijk wil ik het gewoon op stemcommando kunnen. Maar dat is voor hem nog even makkelijk om te weten van oké, dan mag ik. Oké, okay, kom maar! Kom maar! Ja! Kijk, dat doet hij wel heel goed. Oeh, ben je brave jongen. Ik zit nou lekker op de grond en Gijsje die staat daar. Ik heb Gijs lekker uitgestapt en we chillen altijd nog even in de bak. Even lekker niks doen. Ik ga de video nou afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. De volgende video gaat over de Bibelastic. Dus ik hoop dat jullie dat een beetje leuk vinden. Doei doeg!